De wedstrijd, Ivan Santini, hij scoort een fraai doelpunt met het hoofd. Vorige week hadden we het al over zijn ellebogen, daar moeten we het een beetje terug over hebben deze week. Ja, hij liet zich weer opmerken, hè, op een verkeerde manier eigenlijk. Hier haalt hij uit naar Diaby en ja, dat is echt een slag, hè. Ik bedoel, vorige week was er nog zoiets van, ja, hij maakt zich breed, maar als je dit ziet, ik bedoel, dat is echt met vuurspel. En oké, hier kan niet meer op teruggekomen worden, want de VAR heeft er naar gekeken en wel. Gek genoeg is dit ook deze keer gepasseerd. Maar mocht ik Santini zijn, mocht ik Rutte zijn, ik zou er toch eens mee gaan praten. Want de volgende keer ben je hem kwijt en dit soort reacties horen ook gewoon niet thuis op een voetbalveld. Dus een beetje bizar dat dat toch ontsnapt is aan het oog van iedereen daar rond het veld. Want vooral ja, omdat hij vorige week ook al zo ter discussie stond met die ellebogen. En nu doet hij dit weer. Hij moet zichzelf meer onder controle zien te houden, dat is duidelijk. We gaan naar de